Yo beste kijkers van de Cold Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video in. Vandaag natuurlijk weer Mindtopia. En de loterij is vandaag geweest. En ik heb voor een aantal mensen een goed nieuwtje. Want ik had zelf één lot. En dat lot dat was 2901. En elk cijfer wat je goed hebt op het juiste dingetje krijg je geld. Nou, ik heb zelf 20k gewonnen. En ik heb 25k geïnvesteerd. Dus dat is al heel mooi. Maar ik ga even jullie meenemen. En degene die namelijk een prijs hebben gewonnen, die kunnen die ook komen ophalen bij mij. De volgende mensen hebben 10k gewonnen. Yuri Derksen heeft 10k gewonnen. En Jesse van Hezel heeft 10k gewonnen. De rest heeft helemaal niks gewonnen. Want volgens mij stond de rest nergens met een getalletje gelijk. Nu moet ik heel even goed kijken hoor. 2-2-2. Dus Yuri heeft hier één keer gewonnen. Dat is 10k. En dan gaan we even kijken. Hebben we nog meer tweetjes? Nee, we hebben niet meer tweetjes. Dan hebben we daarna 15. En die 15, die zie ik nergens staan. Dan hebben we een 0. Dat weet ik heel toevallig. En dan hebben we nog een 4 achteraan. En dat is de kleine vloggende gamer. Dus een kleine vloggende gamer mag 10k komen ophalen. Yuri Derksen, gefeliciteerd met 10k. En Jesse van Hezel, gefeliciteerd met 10k. Nou, en met oud opnieuw komen er ook weer nieuwe loten. En dan gaan we natuurlijk ook weer meedoen. En dan gaan we natuurlijk ook weer het geld uitgeven. Maar ja, bij deze, hun hebben gewonnen. En hun kunnen natuurlijk bij mij het geld komen ophalen. En ja, ik vond het heel leuk. Een heel leuk concept. Echt chapeau voor degene die het heeft bedacht. Chapeau is ook wel een duur woord voor leuk gedaan, goed gedaan. Perfect gedaan, zoiets. Daarvoor staat een beetje chapeau, mijn complimenten. Zo moet je het een beetje opvatten. En als ik dus zeg dat het chapeau is, dan vind ik het ook echt zeer awesome gedaan. En ik heb er echt woorden voor. Ik vond het echt leuk. Ik heb gewoon 50k gewonnen met mijn loten. En ja, het is wat ik zeg, 20k heb ik zelf gewonnen. Omdat mijn lot twee goede antwoorden had. En natuurlijk de rest had 10k gewonnen. Omdat hun nummers één keer erin voorkwamen. Super awesome natuurlijk. Wij gaan op dit moment even naar Mindtopia kijken. Naar de eerste verdieping denk ik al van mijn gebouw. Tenminste, als hij er al staat. Ik weet niet zeker of hij er al staat. Maar ik ga ervan uit dat hij er eigenlijk al staat. Maar ja, staat hij er nog niet, dan staat hij er nog niet. Hè. Zo simpel is het gewoon. Maar alsnog, ik had zoiets van, nou weet je, we gaan gewoon even kijken. En in Mindtopia is dat. Dus we moeten even een stukje lopen, want de bushaltes die waren allemaal verplaatst. Nu staan hier een aantal bushaltes. En kijk, via hier kunnen we als goed zijn naar Mindtopia. Ik dacht de achterste bus via Q3 of via Cosmo. Kijk, dit is dan. Nee. Oh shit. Dit was de verkeerde. Nee. Oké. Okay. Oh, ja, oké. Okay, mooi. Welke hebben we dan nodig? Even kijken, want dat was Q. Of dat is Dinoland. Dan is dit. Is dit Cosmo? Hallo. Ja, kijk, dit is Cosmo. Want we moeten natuurlijk naar Cosmopolitan toe. En via Cosmo kunnen we naar Qtrexia. Of even kijken. Alleen naar Qtrexia. Huh? Hoe kom ik dan naar Mindtopia? What? Zullen dat de oude portals nog zijn bij Mindtopia? Nou, we gaan eens even kijken of de oude portals nog bij Mindtopia zelf liggen. Want het is natuurlijk heel lastig als we daar de weg niet weten. Ik merk trouwens dat het geluid flink hard staat. Mijn excuses ervoor, hij staat per direct zachter. Maar we gaan even kijken in Mindtopia. Of we daar iets kunnen vinden, ik denk het wel. Want ik ga ervan uit dat deze nog naar Mindtopia gaat. Maar gaat die ook al niet naar Mindtopia? Dan is het een grote vraag. Ja, de helikopter is hier helemaal geland. Oké, leuk gedaan. Nou, nu één ding is zeker. Dat ik geen fouten meer kan maken van. Oh, shizzle. Nee. Je gaat niet zeggen dat de bussen nu ook zijn veranderd hier. Rip. Rip mij. Nu weet ik echt totaal niet meer waar ik naartoe moet. Of is het wel? Ik weet het nog wel. Volgens mij moet ik deze kant op. Oh, ze zijn zelfs een stukje dichterbij gekomen, joh. Want daarachter staat mijn gebouw. Dus ja, ze zijn een stuk dichterbij gekomen. Nice. Ik wist het nog wel te vinden. Dat vind ik wel heel erg chill. Zie ik hier nu een bootje? Of zie ik hier nu mensen vissen? Of wat zie ik hier, joh? Is het gewoon een blokje wat boven het water uitsteekt? Het is blijkbaar een blokje wat boven het water uitstak. Ik zal wel te denken van, wat is dat dan voor iets? En is er al iets gebouwd? Ik ben heel benieuwd.
Want zoals jullie kunnen zien, het staat al heel mooi in de hekken, maar er is helaas niks gebouwd. En ik ben echt heel benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ik kan echt niet wachten, maar ik ga ervan uit dat het maximaal nu een dagje of... laten we zeggen 4 zou duren, want dan tel ik even de kerstdagen mee. Want met kerst is niet iedereen even actief natuurlijk op de server. En dan kan ik ook heel goed begrijpen als het wat langer duurt. Maar ja, don't worry, ik heb er geen moeite mee. Ik ben al lang blij dat hij in de hekken staat. En ja, we gaan gewoon af en toe lekker kijken. En ik ben heel benieuwd, hoe gaat het eruit zien, wat gaat er gebeuren en dat soort dingen. Nou, dat is het eerste wat we gaan doen. Dan gaan we ook al even kijken bij Qtrexia of daar... of onze naam erop tussen hangt. Huh? Wat? Gaat deze bus niet terug? Oh. Vertrekpunt naar Gredel, maar... Huh? Wat? Deze ging niet terug naar Gredel. Wat? Oké. dat is een hele goeie. Dan gaan we wel even via deze kant. Gaan we wel via hier zo. Even kijken. Loop ik nu goed? Ik weet echt totaal niet wat hier allemaal aan de hand is met al die portals en al die dingen, joh. Daar moet ik zijn. Die meloen, die herken ik nog. Ja, Mytopia is in de jaren ook echt flink veranderd, joh. Echt waar. Als je kijkt wat tegenwoordig hoe Mytopia eruit ziet en vroeger, een groot verschil. Maar Mytopia is wel heel mooi geworden, hoor. Een mooie stad vind ik het nog steeds. En ja, we hebben een beetje last gehad, zoals jullie kunnen zien, van een sneeuwstorm. Cosmopolitan. Oké, deze gaat dus wel naar Cosmo. Even kijken, Cosmo. Deze gaat naar Cosmo, oké. Wel leuk gedaan eigenlijk, want omdat ze dit nu hebben veranderd, zou het wat drukker gaan worden. Want ja, door deze update/upgrade van de portals, zullen de mensen wat meer moeten gaan lopen. En dat is dus ook de reden waarom het eigenlijk wel goed is dat ze dit hebben gedaan. Want ja, zeker de moeite waard. Alleen één ding snapte ik niet, en dat was, hierzo hebben ze... Nu de... Hebben ze hier een stuk op het water gezet? Ja, ze hebben de haven echt een stuk ingekort om hier een bushalte te maken. Maar waar gaat deze bushalte dan naartoe? Ik wil namelijk graag naar Qtrexia. Oké, dit gaat naar Qtrexia. Gaat er via hier ook nog iets weg? Even kijken hoor. Hoe werkt dit? Gaat dit naar Mytopia of zo? Waar gaat dit naartoe? Dit gaat naar Cosmo toe. Waar gaat dit naartoe? Qtrexia, denk ik. Is dit nieuw Qtrexia dan? Hallo? Ja, dit is nieuw Qtrexia. Nice. Nou, dat kon zeker niet missen, want je kan maar gewoon recht ernaast staan. Nou, hier 2 beacons. Nice. Nou, zo kunnen we dus heel makkelijk teruglopen. Oh, hoewel, eigenlijk moest ik nog even naar oud Qtrexia toe. Even kijken. Oh, hier hebben ze nu ook een bushalte staan. Wat? Echt, holy moly, hé. Maar wat ik eigenlijk me wel een beetje afvraag is, ze zijn hier al overal aan het bouwen. Maar waarom doet deze bus het trouwens niet? Potverdorie. Ze moeten deze bus echt eens ooit een keer maken. Het scheelt me heel veel kilometertjes lopen. Maar voor deze keer lopen we gewoon even via de normale weg even naar het bouwbedrijf toe. En dan gaan we even naar het bouwbedrijf kijken hoe het eruit is komen te zien. Of we al bijna op het bordje staan. Want ja, we willen natuurlijk wel binnenkort een keer gaan betalen. Maar ja, wanneer kunnen we betalen? Hoe lang gaat het duren? Dat is een beetje de vraag nog. Maar ja, we gaan gewoon even rustig kijken. En ik ben heel benieuwd eigenlijk. Hierzo is trouwens ook het glazen huis. Ook super awesome. Alleen, volgens mij is het glazen huis afgelopen of zo. Dat er niemand meer is. 12 miljoen is er al opgehaald, zie ik. Even kijken. Ah, nice. Geld. Even kijken. Top donateurs. 200k Dennis. 400k It's Diego. Oldaren 250k. HD Gamer. Heel veel kleding. Eagle Shooter 550k. Brams 200k. Muur 75k. Anoro YouTube 145k. Darkside Gaming, de 300ste aanvraag, 54k. Falk, 600k. Cyber Edits, 150k. 3 nummers. Veiling Gredel, 280k. Ja. En Kruipende Kever, Euroknaller. Nou. Ja. Mag ik even uw aandacht? Ja. Ik ben heel benieuwd.
Hij kan voortaan twee keer achter elkaar ja zeggen zonder puntjes. Awesome! Even vroeger komt dat niet. Lees het boekje, hier staat alle info in. Cave Company. Zo. Nou, dan gaan we weer verder. Even kijken. De 18e, 19e, het is de 23e al, hè? De 23e was een karaoke via Teamspeak en de 24e is er een XXL-veiling. Luister tussen 18.12 en 24 het glazenhuis op Teamspeak. Oké. Inlevering en veiling, keuze uit 100% glazenhuis of 70/30 regeling. Oké. Nou, we gaan eens even kijken. Waarom staat deze deur hier open? Dat is niet goed. Iemand zou nu gewoon al dat geld kunnen jatten, joh. Iemand... En het glazen huis mag officieel niemand eruit, hè? Of erin. Oh. Wat is er gebeurd bij het glazen huis? Zou er iets gebeurd zijn of zo? Ik ook niet. Apart. Nou, in ieder geval, wij gaan eventjes naar bouwbedrijf in Cutrexi. Even kijken, want we gaan heel even koekeloeren hoe ver het bouwbedrijf al is met natuurlijk onze bouwaanvraag. Want zullen we al bijna kunnen betalen? En dat gaan we vanzelf zien. Als we al op het bordje staan, dan kunnen we dus bijna betalen. Maar ik ga er nog niet van uit. Maar we gaan goed even kijken, joh. Zo, nou. Hier is een bouwbedrijf. Even kijken. En dan gaan we een hele korte route pakken. Of ja, korte route. Ik dacht altijd dat je via hier zo heel snel er naartoe komt. En jongens, doe dit alsjeblieft niet na. Auw. Dat faalde een klein beetje, want het is eigenlijk parcours lopen mag niet. Pst. Maar jullie hebben niks gezien. Oké, nou, we gaan eens even kijken. Gold Eagle. Mijn naam die moet er dan op staan en dan kun je betalen. Even kijken. Gold Eagle, sta ik er al op. De G van Gold. Gold Eagle, staat u er al op? Nee. Of zie je de Gold Eagle erop staan? Als ik heel goed kijk, zie ik geen Gold Eagle. Zal ik hier dan bij? Nee, ook niet. Nou ja, dan gaan we nog wel even wachten. Zou wel helemaal goed komen. Even kijken. Nou, wij gaan weer lekker terug. We nemen weer natuurlijk de kortere route. Voilà. En als een agent mij nu betrapt, dan ben ik echt letterlijk en figuurlijk de klos. Zo, nou, oké, we staan weer op de grond. Niks gezien, niks gebeurd. En we gaan rustig even door. Want we gaan op dit moment naar het even kijken. We gaan op dit moment weer terug naar Rolandia. Natuurlijk de stad waar ik alles heb. En daar gaan we ook weer chill zitten. En daar ga ik me ook alvast dadelijk het geld... Nou, dat doe ik trouwens morgen wel het geld klaarleggen voor natuurlijk degenen die hebben gewonnen. Jullie hebben een week de tijd om het geld op te halen. En ik kreeg ook al de vraag van, nou, er zat iemand bijvoorbeeld in de jail. Nou, als je in de jail zit, dan wil ik het eventueel nog wel even voor jou bewaren. Dus op dat gebied komt dat helemaal goed. Maar ja, in principe, degenen die hebben gewonnen, ik zou zeggen, kom het gerust even ophalen. En ja, ik ben heel benieuwd of jullie blij zijn, want 10.000 hebben jullie toch gewonnen per persoon. En ja, ik heb dan net het geluk dat ik de 20.000 heb gewonnen. Maar ja, dat maakt niks uit. Ik kan het heel goed gebruiken van natuurlijk het gebouw in Cosmopolitan. Wat op dit moment 500.000 gaat kosten voor de volgende verbouwing die er gaat komen. 500.000 is niet weinig geld. Dus we hebben het echt hard nodig, het geld. We zijn ook hard aan het sparen. En daarnaast... Ik was heel even de weg kwijt. Joh. Holy moly. Ik schrok even. Ik wist even niet waar ik was. Maar dat ben ik zo uit. Ik weet het alweer waar ik was, want ik ben hier zo. En we moeten heel even een boekje gaan inleveren bij het gemeentehuis. Want ja, we hebben deze week weer geen winst gemaakt. Dus dat betekent dat ik dan even een boekje moet inleveren. We hebben nog een boekje los. Ja, nog één boekje los. Mooi. Even kijken.
Zo, want die moet ik elke zondag moet ik die even inleveren. Een boekje over of ik wel of geen winst heb gemaakt. En dat komt helemaal goed. Het loopt eigenlijk op dit moment wel lekker. Alleen ja, jammer dat we eigenlijk verder niet door zijn gegaan met het casino op dit moment. Dan moeten we echt nog een keer gaan opstarten. Maar heel veel mensen hebben het super druk en non-actief en allemaal dat soort dingen. Dus ja, we zijn aan het kijken om ook weer nieuwe mensen te gaan aannemen. Zelfs ook bij casino en zo. En we gaan gewoon een hele leuk nieuwe groep de kans geven om dadelijk bij ons te gaan werken. Dus heb je zoiets van, ja, ik wil heel graag bij jou komen werken. Wie weet, kom gezellig een sollicitatie doen. Spreek me aan of zo. Je mag me altijd op Teamspeak aanspreken van of ik iets wil doen en dat soort dingen. Even kijken. Zo. Nou. Even kijken. Even kijken. Beste gemeente Toscana. Punt. Beste gemeente. Ik wil in dit boekje melden dat ik deze week. Ik ga toch even voor de safety even checken hoor. Voor hetzelfde geld heeft er wel iemand ingestaan, maar zover ik het weet niet. Maar we gaan het nu meteen controleren. Even kijken, dan moet ik even hebben de docs. Ik ga gewoon heel even koekeloeren of we wel of geen winst hebben gemaakt. Maar volgens mij zijn we helemaal niet open geweest, zover ik het wist. Tenminste, er is me niks over verteld. Maar dat gaan we gewoon even kijken. Zo. En daarvoor zijn dus ook sheets heel erg handig die goed werken. Want anders kun je dat natuurlijk niet zien. Nee, ik zie dat er niemand in heeft gestaan. Dat ik deze week niks heb. Dat deze week de casino was gesloten. Punt. Vandaar dat ik geen 10% kan inleveren van de omzet. Ik wens u vanuit de Gold Company fijne feestdagen toe. Sign, en dan is het even kijken als Casino regeling. Zo, sign and close. Nou, gaan we die even meteen even droppen. Hebben we dat ook weer meteen gedaan. En dan gaan wij eens even kijken. Cable Company, lotnummer, lotenboekje en casino regeling. Oké, nou. Trouwens ook voor jullie leuk om te weten. Met oud op nieuw gaan er misschien ook weer nieuwe loten te koop zijn. Ik hoop het wel. Als dat zo is, dan ga ik ook weer voor jullie 10 loten kopen. En 9 ervan ga ik weggeven. Via natuurlijk dezelfde manier hoe ik het ook deze keer heb gedaan. En natuurlijk 1 lot hou ik zelf. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om natuurlijk zo'n loten iets te krijgen. En ja, natuurlijk niet iedereen kan altijd winnen. Heel even kijken. Algemene post sollicitatie, algemene aanvragen, Toscana inspectie. Nou, ik gooi het toch bij de algemene post neer, denk ik. Klopt trouwens wat ik hierin heb gezet, beste gemeente. Ik wil even melden dat ik deze. Dat ik deze de casino was gesloten. Vandaar dat ik geen 10% kan inleveren van de omzet. Ik wens u vanuit de Cold Eagle of Cold Company een fijne feestdag toe. Ja, deze. Ik had ook de casino was gesloten deze week. Het casino was gesloten. Echt een hele slechte zin is dit. Nou, ze zullen het hopelijk begrijpen. Als ze het niet begrijpen, dan komt dat ook wel goed. Nou, een beetje een raar boekje natuurlijk. Het klopte niet helemaal hoe het erin moest staan. Maar het komt helemaal goed, joh. Don't worry, be happy. Zo, oké. Nou, dan is dit ook weer mooi geregeld. Dan heb ik dat ook weer mooi netjes gemeld. Natuurlijk heel belangrijk. Dan gaan we terug naar natuurlijk Gold Company. Naar onze winkel, naar Gold Food. En dan vind ik het weer mooi geweest voor vandaag. Dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne eerste kerstdag toe. En natuurlijk morgen ook alvast een hele fijne tweede kerstdag toe.
Er komt alsnog gewoon een Mytopia video online elke dag op dit moment bij kerst. Speciaal voor jullie, omdat ja, het gewoon gezellig is. Natuurlijk, er gebeurt niet heel veel in Mytopia, maar toch een beetje up-to-date houden, zo noem ik het eigenlijk. Ik ga rap doorlopen, want dan kunnen we ook de video afsluiten. Want ik vind het altijd leuk om ook echt een video af te sluiten op een plaats waar ik dan uitlog. Zodat jullie ook kunnen zien what's my story in Mytopia. En nou, dat is hier zo bij Gold. Sollicitaties, kijk, nice. We hebben heel veel sollicitaties. Oh, dit is Gold Close. Verkeerde. We moesten hier uitloggen. Wauw. Oké, nou. En de donatiebox die doen we morgen wel weer. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.